Steeds meer raketten die Oekraïne afvuurt, missen hun doel. Dat gebeurt zelfs zo vaak dat veel van deze dure munitie helemaal niet meer wordt gebruikt. Maar niet elke raket mist zijn doel. Het verschil zit hem in het navigatiesysteem dat de raket gebruikt. De Russen gebruiken steeds vaker stoorzenders en jammers om GPS-signalen te blokkeren. Zo kunnen drones en raketten in een kegel van zo'n 30 kilometer boven deze jammer dusdanig worden verstoord dat ze hun doel missen. De raket kan hierdoor wel 20 meter tot ruim 1 kilometer naast zijn doelwit terechtkomen. En het web van Russische stoorzenders is zo groot dat er bijna niet doorheen te komen valt. Volgens onderzoek van de Washington Post raakte deze raket vorig jaar vaker dan 50% van de tijd zijn doel. Dat percentage was in augustus afgenomen tot 6%. Sindsdien is Oekraïne gestopt met deze raket. Ook is het land gestopt met het afvuren van sommige raketten uit het HIMARS-systeem en een nieuwe GLSDB-raket. Maar niet elke raket heeft er last van. Zo is er de Britse Storm Shadow. Deze raket maakt ook gebruik van GPS en heeft daarnaast nog meerdere navigatiesystemen. Interne navigatie en terreinnavigatie. Hierdoor heeft een jammer minder invloed. Ook andere wapens die lasergeleid zijn hebben minder last van de stoorzenders. Oekraïne probeert zich wel aan te passen. Zo krijgen westerse wapens software-updates om te zorgen dat ze niet naar alle GPS-signalen luisteren. En de locatie waarvan wordt afgevuurd verandert steeds om de jammers te ontlopen. Deze situatie laat zien dat de Russen zich snel aanpassen aan nieuwe wapens. Zo zou een nieuw Oekraïns wapen op het slagveld slechts 2 weken optimaal werken voordat de Russen er iets tegen hebben gevonden.